Heel goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Wederom nieuwe records, nu de indices tegen de 1% hoger de dag afsloten. En daarmee komt voor de S&P 500 zelfs de 4000 punten grens in beeld. De megafabriek van Tesla in Duitsland zou vertraging oplopen, maar met de laatste investeringen in Bitcoin zit het bedrijf wel goed. De koers schoot naar een nieuw hoogtepunt, ruim boven de 45.000. Opmerkelijk was het bericht dat maaltijdbezorger DoorDash voornemens is om Chowbotics over te nemen. Deze start-up is gespecialiseerd in robotica en zou theoretische oplossingen kunnen bedenken voor het automatisch bereiden van maaltijden als salades en pokeballs. De olieprijs blijft gestaag oplopen en daarmee staat de koers van Brent weer boven de $60. Shanghai Composite was een positieve uitschieter in Azië met een plus van 2%. Het land maakt zich verderop voor Chinees nieuwjaar dat donderdag van start gaat. De overige indices bleven rondom het vorige slot hangen. En de futures in Amsterdam duiden eveneens rond een redelijk vlakke opening. Randstad ziet het tij keren en komt vanmorgen met sterke cijfers over Q4. Over het laatste kwartaal daalde de autonome omzet met minder dan 4%, maar zag de operationele marge weer oplopen tot 4,6%. De netto winst steeg van 167 naar 207 miljoen en dankzij diverse investeringen daalde de vrije kasstroom fors met 75%. Het dividendvoorstel komt uit op €3,24 en men ziet de activiteiten terugkomen op pre-coronaniveau. SBM Offshore plaatste met succes onderhands een obligatie te waarde van $850 miljoen. De looptijd is 13,5 jaar en zal grotendeels gebruikt worden om bestaande leningen af te lossen. Het Franse oliebedrijf Total zag de winst met 66% dalen over heel 2020 en met 4 miljard kwam deze wel iets boven de verwachting uit. Op kwartaalbasis werd netto €900 miljoen verdiend. En biotechbedrijf Qiagen is wederom voer voor overnamespeculatie. Dit keer is de jager Quidel, een zorgtechnologiebedrijf uit de VS. Op de agenda vandaag ondernemersvertrouwen en Jolts banencijfers uit de VS. Vanavond na beurscijfers onder andere Twitter en Cisco. Bij de analisten geeft Berenberg JD Peets een koopadvies met koersdoel 41. Sanford geeft een sell op Tesla, koersdoel $180. Credit Suisse en Goldman zetten Sanofi op kopen, koersdeel rond de €100. En Deutsche Bank geeft juist een verkoopadvies op Sanofi met een koersdoel van €70. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.